bodywarm aan. Geniet er niet te lang van. Maar het is zaterdag. Het is zaterdag. En ik heb Pukkie bij me en ik ga foto's maken. Hoe vroeg is het? 7:30. Nou, ga jij daar staan, dan ga ik foto's maken. Hi! Ik ga me nu omkleden. Ik heb hier mijn mond aan rijbroek hangen en dan gaan we dingetjes doen. Blondie pakken. Blondie pakken en rijden. Nou, we hebben wat TikToks opgenomen, wat video's gemaakt en foto's gemaakt. En Tess is nu nog even aan het uitstappen op de Blondie. Uvira, haar staart is geboren. Wat? Uvira, haar staart is geboren. Ze heeft zo'n grote dikke staart nog voor haar leeftijd. Nou, lekker toch? En Daan en Eentje schrokken zich helemaal dood, want het veulen ligt er al. Ja, dat gebeurt wel eens. Oké, nou, hup, dan gaan we de volgende TikTok opnemen. Als je TikToks op wil nemen, moet het natuurlijk wel netjes staan. Maar daar kan goed vegen, dus dat scheelt. Zo! Zo? Zo! Het is kouder vandaag, toch? Ja, dus ik heb een lekker jasje aan. En nu? Ik ga naar het paardjes toe. Ja. Ga ik met Boris een les. Ja. En dan ga ik hapjes geven. En dan ga ik even rijden. Ja, en dan ga ik geen doodratten meer vinden. Ik heb de emmer schoongemaakt. Ja, mama heeft de emmer schoongemaakt en ik heb er niks meer in gegoten. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Ik ben hier samen met Boris. En vandaag heb ik les samen met Boris. En Boris is een beetje boos op me. Ik heb zijn eenhoorn afgepakt voor een TikTok. Daan heeft op met een TikTok door heel de gang heen gerend met de eenhoorn. En nu is Boris boos omdat hij geen eenhoorn meer heeft. Dus ik ga zo even zijn eenhoorn teruggeven. Al onze dekjes liggen in de was. En het enige wat we nog hadden liggen is dit een van Sterre's dekje. Dus dit is een miniatuurdekje. Ja, want Sterre was miniatuur. Oh, Sterretje. Dat zou je bijna niet meer voor kunnen stellen. Nee. In mijn gedachten is ze echt net zo groot als Blondie. In mijn gedachten wordt ze ook steeds groter. Ja, precies dat. Maar het is wel echt een, het was echt een C'tje. 1,34 volgens mij. 1,35 was zij. Ja, en Bella die was zelfs nog een centimeter groter. Nee, die was 1,34 of 1,35. Maar ja, ik weet het niet meer. Maar ze scheelde niks. Moet waar ze je vragen. Nou, hop hop, ingelop op je ponyta. Pony? Het is een pony, het is geen ponita meer. Een ponytos. Een ponytos? Een ponytos. Kom, ga jij op je ponytos. Dan doe je constant afwisselen. Dan voor je rechterbeen, dan voor je linkerbeen. Linksom, rechtsom. En als je in de stap hem moet helpen om vooruit te lopen, dribbel je aan. Bovenbeen los, bovenbeen los. Zo, ja, daar. Het was vandaag niet zo'n hele makkelijke les. We hebben weer heel veel nieuwe dingen gedaan. En dat is lastig voor ons allebei. En we komen steeds verder. Hoi, ik ben met Luna aan het eten. Samen met Ike. Lust die ook wel doen? Ja. Nou. Nee, het ging gewoon hand af mij. Ja. Lust die wel? En Boris? Ah, nou, hij eet het echt niet. Wat doe je nou? Geef dan. Net altijd de hele tijd. Het is verkeerde meloen. Hij is nog niet zo goed. Oké. En wat eet Boris ook meloen? Nee. Wat ga je doen? Het is zondag en dan ga je op? Boris. En waar naartoe? En daar gaat het op Ike. Waar naartoe? Een buitenrit. Ah, buitenrit. Het is ook mooi weer ervoor. Ik ga een stukje mee op de fiets. Dan kan ik jullie filmen. Tot later. Tot later. Buitenrit geweest met Ike en Boris. Het is anders dan Blondie, want Boris zit graag in de kont van Ike. Boris zegt zo: Ike, wat heb jij een mooie Friese kont. Dus het was een soort botsautootje. En, vond Ike het goed? Ja. Okay. Ike dacht oké. Dus, we kwamen ook nog de eigenaar van Ike tegen. Echt waar? Ja, die zat in een bootje en toen hebben we Daan de eigenaar even gepraat. Ook superleuk. Nu gaan we de livestream doen. We zijn ons aan het voorbereiden op de livestream. Alleen de buitenritten duurden zo lang in de fotosessies, want we hebben ook nog een fotosessie gedaan, dat we ons niet eens omgekleed of gedoucht hebben. Dus we zitten hier in onze paardenstinkzooi McDonald's te eten ook nog. Yay. Dus dat is sowieso heel slecht, maar soms is het leven zo. Hier achter me zijn ze alle computers aan het klaarzetten. Lampjes gaan zo aan. Daar staat ook een computer klaar. Dus jullie gaan het allemaal zien. We hebben net een livestream gehad met heel team Hart voor Paarden. Hier zat mijn broer en Lotte. Ja, we hebben nu 8 jaar. Hier mijn moeder. En ja, volgens mij ging het hartstikke goed. Hier was mijn plekje. Met mijn zwarte achtergrond en ik had 4 of 5 lampen op me. En, ja, we gaan even opruimen. Het dinsdag vandaag en we gaan even een TikTok opnemen. Ja, zeggen de meiden. We gaan een TikTok opnemen. Ik ga hem even filmen. Ach, kom bij jou. Je moet denken aan jouw poepen, die mannetjes. Die kleine. Ik vind wat voor mannetjes allemaal. Zo, TikTok maken is voorbij. Dus nu gaan Daan op Blondie eventjes bijrijden. Tess even op Veroontje rijden, dat is goed voor Veroon. Even een andere ruiter, want ik zit er nu heerlijk veel op en dat vind ik heel fijn. Maar het is voor haar ook wel eens prettig om even iets anders te doen. Voor Blondie is het natuurlijk heel goed om gewoon netjes gereden te worden. Is belangrijk. Dus dat alles bij elkaar zorgt ervoor. Tess gaat zonder beugels volgens mij. Zo. Dus ik film hun vooruit. Het is vandaag woensdag. Oh, mijn stem. Ik ben pas net wakker. Op dit moment 25 minuutjes. Dus ik kon nog niet helemaal helder nadenken. Jee, wat fijn. We gaan op weg naar de... Nou, we zijn bijna onderweg. Naar de Arkelhoeven. Zo, ik begin een keer bij Boris. Hier is Boris. Kom Boris. Het is vandaag woensdag. En Boris die staat even lekker in het paddelhok. In het paddelhok, de paddelhok, iets in die richting. Hij heeft lekker gerold. Met de pionnen een beetje gespeeld. Vindt hij leuk. En, oh, ik ga even uit de schaduw staan. In de schaduw bedoel ik. Zo. En ik ga Boris er maar even uithalen. Zo, en ik ben weer op stal bij Boris. Hier. Hij heeft zijn deurtje dicht. Hij heeft lekker even buiten gestaan. Nu ga ik even mijn jas pakken, want we hadden vanmorgen opnames en toen ben ik mijn jas vergeten. Super stom. En dan ga ik even iets met Blondie doen. Ik weet nog niet wat. Ik moet even lekker met haar gaan wandelen of zo. En dan zie ik het wel weer. Ik ben hier bij Blondie's stal. Ik heb haar lekker eten gegeven. Ze staat nu op de wei. En Boris staat ook op de wei. Ik heb Blondie nog even afgespoten. Ik weet niet of ik dat al had verteld. En even laten rollen. En ze is heel erg vies. Nu staat ze daar achter ergens in de wei. En vandaag waren echt super grote benen. Kijk. En Verona die heeft mijn moeder gereden. En haar hooinet is lekker gevuld. Verona heeft ook lekkere grote beentjes. Want Verona staat sinds kort hier. Het is donderdag vandaag en ik ga Verona vandaag eventjes haar kootholte scheren. Ik ga haar wassen. Omdat ze in de rij is. Maar gewoon even lekker. En dan kan ze nog in de molen of zo. Even op de wei, maar even kijken. Ze heeft een zwaluwgezin. Kijk, ik ga even draaien in haar box. Kijk of jullie dat kunnen zien. Ja, zien jullie daar? Ik durf niet verder. Kijk, een zwaluwtje. En dan zijn daar van die zwaluwhuisjes. En die in Verona box, daar zit een zwaluwfamilie. Tess is TikToks aan het opnemen. Ik heb net haar poep geroken. Waarom? Eeuw? Oké, Verona is gewassen, lekker tegen de zon in. Staat samen met Blondie in de molen. Omdraaien, zien jullie ook wat. Als jullie zien komt er een mooi dak op de molen. Ik ben echt helemaal nat. Vreselijk nat. Maar goed, Blondie is heel vies. Die heeft lekker gerold nadat ze afgespoeld is. 5 uur de vliegjes. Bij Verona heb ik tea-tree-olie erop gedaan. Wat is dit? Een raar huppeltje. Dag meisje. Dus nu zijn ze een beetje droog aan het stappen. En dan gaan ze zo lekker de wei op. Tessa is Boris aan het freestylen. Dus die gaan we ook nog eventjes... we gaan even naar de toe. Ja, de meisje met handoefeningen bezig. We gaan even naar binnen en zien wat het eten. Hallo. Ben je aan de hand bezig? Nou, nu eventjes wel, Boris. Nu eventjes wel. Ik doe altijd eerst even met hem stap draven en galopperen met de longeersweep. En daarna doen we even een paar rondjes stappen. En dan hang ik de longeersweep daarop. En dan ga ik een paar rondjes met hem stappen en dan ga ik weer verder. Waarom neem je niet de hele longeersweep? Waarom neem je de kapotte? Omdat de hele, die is weg. Ja, nou, zie je niet. Die zal hier wel echt liggen. Nou, ga maar. Ga ik Blondie en Verona uit de molen halen, dan kunnen die even eten en daarna de wei op. Zo, eten zit in de maagjes, dus nu ga ik Blondie op de wei zetten en daarna Verona. Als ik Verona er eerst op zet, dan gaat hij galopperen. Die wil echt niet alleen staan. Blondie is ook geen fan. Dus die is ook niet heel rustig, maar die is dan ook weer niet zo idioot als Verona. Dus nou ja, goed. We doen het er maar mee. Daar is de blonde pony. Daar is de blonde pony. Ja. Zoals je ziet, ze is niet helemaal blij en rustig. Maar ze gaat het ook niet heel achterlijk doen. Dus ik ga even Verona halen. Nou, inmiddels is Tess klaar met Boris. Ja. Die heeft Verona gepakt. hele vieze voeten nu. Ik ook. Gaan we even naar de blonde pony, want die is alles behalve blij. Not amused. Nee, echt niet. Zal ik het open doen? Ja. Je loopt ook zo snel. Corona ging nog maar één richting op en dan was daar Blondie toe, dus... Ja, maar die staat nu ook gewoon weer rustig. We hadden even peeskap om moeten doen, dat ben ik vergeten. Mijn peeskap ligt niet bij in de... In de? Waarom? Ja, vergeten ben. Handig. Ja, toet! Gaat dus heen, kom. Ja, in mijn lens zo, kom. Pas naar achter, kom. Prrr, terug, terug. Goed, zo braaf hoor. Blondie, doet het. Laspakkies. Nou, ze zijn weer herenigd, dus dan is het leven weer goed, geloof ik. Goeie. Dan moet je nog even wakker worden straks. Ja, heb je wel zo'n kriebel, hè? Dus daarom moet je altijd in een positie zitten als een paard ligt dat je meteen kan opstaan. Want als ze opstaat dan kijkt ze niet echt uit, want paarden zijn af en toe een beetje lomp. Dus dan zet ze zo twee benen naar voren en dan maakt het niet uit als je elders moest koeken. Dan maakt het niet uit. Als jij er zit, dan komen ze met je benen, met haar benen op je. En dat is niet het prettigste wat er is. Het moment is daar! Blondie verhard! Woehoe! Na al de detoxlijn staat olie, magnesium, spierkracht. Ze verhaart. Ik weet niet of dat er echt iets mee te maken heeft. Je moet hier de plukjes laten zien, dan zien ze het teken. En zo zien we niks. Dichterbij houden. Kijk. Eindelijk komen de haren eraf. Net kwamen hier hele plukken vanaf zelfs. Dus dat is fijn. Eindelijk. Eindelijk. Super lang geduurd. Nou. Goed poetsen, dus eerder is straf. Zo moeders. Wat hebben wij gedaan? Buitenritje. Om 2 uur. Ik wou een uurtje weg, maar tante Tessa was een beetje eigenwijs. Ik dacht dat het 1,5 uur was. Mm-hmm. Nou, het was een beetje lang. Het was 2 uur in totaal. Ruim, ja. Maar ja, ze zijn lekker buiten geweest. Ja, zeker. En hoe is het bij jou? Ja, goed. Ik heb net hapjes gemaakt. Nou, luister er niet, dus ik had een paar keer ruzie met haar. Ik moet nou wel niezen van dat vegen. Ja, ik zei nog tegen mijn moeder, krijg van al dat vegen dan geen, niet extra veel last van je hooikoorts? Nee, maar nu wel toch. Ja. Zo. Wij gaan lekker naar huis toe en dan zien jullie, oh, ja, morgen weer bij de nieuwe zondagvideo. Ja, want dit is vrijdag, dus het is het einde van de weekvlog. Ja. De weekvlog is voorbij. Ja. Einde. De eerste week met Verona op de Arkelhof.